Hallo iedereen en welkom in een nieuwe Zodiac reading. Ik heb er nog zes te gaan, dus we gaan vandaag beginnen met de aardetekens. En deze is voor maagd. Dus ik weet niet of je de andere video's al gezien hebt, maar het idee is dus om te gaan kijken waar dat de mannelijke en vrouwelijke energieën zitten voor de komende 3 maanden, dus tot eind maart, laten we zeggen. Omdat er ook heel veel gebeurt met planeet Venus, Pluto die nu ook in Waterman staat enzovoort. Ik ga niet al die dingen hier nu uitleggen, dat is niet de bedoeling. Maar dus in deze reading gaan we dus kijken waar dat mannelijke energie qua schaduw in deze connectie zit, vrouwelijke energie. En let op, dat is niet per se voor één persoon van de connectie. Dus het kan vrouwelijke energie zijn, zowel bij jou als bij jouw partner. Mannelijke energie, zowel bij jou als bij jouw partner. Dus pas toe, zoals dat voor jezelf past. Dan gaan we kijken hoe dat de energie van de connectie zit. Waar dat bewust denken zit voor de mannelijke en de vrouwelijke energie. En dan nog een aantal boodschappen voor van de mannelijke naar de vrouwelijke en omgekeerd. Dus, de eerste is, voilà, komt er al aan voor de mannelijke energie. En schaduwen voor de vrouwelijke energie. Nee. Schaduw voor de vrouwelijke energie in deze machtconnectie. Wat ik nog hoef te zeggen, dus dit gaat voor, dus deze video is voor degenen die maagd in hun kaart hebben, dus zon. Maar kijk ook eens naar de noordnode. Dus als je noordnode bijvoorbeeld in maagd is, daar ook ga je boodschappen in vinden, omdat het uiteindelijk noordnode gaat over je missie waar je naartoe werkt, wat je wilt leren in dit leven. En heeft dus ook te maken met jouw tweelingvlampad. Omdat dat ook een onderdeel, of laten we zeggen, een missie is, een doel is dat je bedoeld bent hier te bereiken. Wat zien we hier? De mannelijke energie is eigenlijk bezig aan het werken rond zijn welzijn. 4 is misschien een ding, 22 is misschien een teken voor iemand. En er staat ook awareness, dus bewustzijn. Dus de mannelijke energie is dieper aan het zakken in zijn/haar bewustzijn. Waarom zeg ik zijn/haar? Omdat het kan zijn dat die mannelijke energie, dat ook een stuk nog in jou is. Dus als jij bijvoorbeeld hoofdzakelijk jezelf meer herkent in de vrouwelijke energie, kijk dan ook eens waar dat in jouw eigen mannelijke energie, waar dat er nog meer bewustzijn over mag komen of zijn. Ik heb vooral ook het gevoel dat er een volgende stap is in deze connectie. Waardoor dat er ook natuurlijk gevraagd wordt een next level van bewustzijn, van awareness. De vrouwelijke energie kreeg de Source Card met Love and Light, omdat ik ook echt het gevoel heb dat zij veel meer ook die verbinding voelt met haar hogere zelf, met haar geheelde zelf, met de geascendeerde versie van zichzelf, waardoor dat ze eigenlijk constant ook die verbinding voelt met de bron. En dat maakt ervoor dat dus de mannelijke energie in staat is om naar dat hoger level te kunnen gaan. Eens zien wat we nog extra hier aan kunnen toevoegen. Ik heb echt het gevoel dat dit al een next level connectie is. Of dat iets is dat jullie in de toekomst naartoe gaan. Dat kan ook, dus past het toe voor dat waar jij zelf staat. Mogen we nog meer weten voor de mannelijke energie? Gaan deze wat verder leggen, natuurlijk, het blijft. Wat meer van de mannelijke energie. Ja. De mannelijke energie heeft die nieuwe passie ontdekt. Dus die 1 van wanten heeft die verbinding. Dus het is inderdaad een next level ontwaking, een next level groei. Wat hebben we nog meer? We moeten nog meer weten over deze mannelijke energie, of de mannelijke energie en deze connectie. Dan de 5 van zwaarden. Dat heeft te maken met stilstand, maar vooral ook in het hoofd. Wat zien we dat er nog komt? Wat is er nog van deze mannelijke energie? Oeh, ja. Wacht, hè. En dan de 4 er nog. Ja. Dus de 4 van zwaarden en nog de 2 van munten, maar omgekeerd. Ja. Ik voel heel hard dat de mannelijke energie in dit deck, ja, gaat nu eindelijk richting de hoogpriesteres stappen. Dus gaat eindelijk richting de Divine Feminine stappen.
Omdat hij heel lang de weg vooruit niet zag. Dus hij voelde zich heel hard vastzitten. Hij voelde wel heel hard die connectie en de passie met zijn mind. Door gelijk welke omstandigheden zorgde ervoor dat hij eigenlijk niet vooruit kon stappen. Het kan zijn dat er ook nog een andere connectie, dus een karmische relatie. Dat kan zijn met werk, dat kan zijn met andere personen, dat kan zijn met familie. Maar dat kan ook zijn rond ideeën en gedachten. Dat ervoor zorgde dat hij de weg vooruit eigenlijk niet zag. En vooral het gevoel dat hij vast zat. Voilà. Dat kregen we al voor de vrouwelijke energie. Dan hebben we de 9 van munten, de wereldkaart, de knecht. Ik moet altijd kijken bij die andere. De knecht van munten. En dan hebben we nog 1 kaart voor de vrouwelijke energie. Nog 1 kaart voor de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie is echt ook wel... zo'n mooie kaart, maar ik ga ze allemaal nemen, want het toont ook echt wel dat deze vrouwelijke energie in deze connectie in staat. Het maakt mij zelfs eigenlijk wel emotioneel. Maar je ziet dus, deze vrouwelijke energie heeft zich constant gefocust op haar eigen stabiliteit, op haar eigen onafhankelijkheid. Dat heeft ervoor gezorgd dat het wiel eigenlijk gedraaid is. En dat daar natuurlijk ook wel weer wat nieuwe lessen geleerd heeft over wat het betekent om vanuit de hoger bewustzijn hier op aarde neer te zetten. En kijk wat we dan krijgen. We krijgen de 10 van bekers, de 10 van munten. En ik ga het zelfs zien in het boekje hoe dat deze kaart heet. Zodat ik geen verkeerde dingen zeg. Dat is dus de zonkaart. En dit was de wereldkaart. Hè? Ja, de wereld van Fortuin. Ja, ik heb het goed gezegd. Dit is de zonkaart. En dus de zon betekent over het bewustzijn. Betekent over dat je eigenlijk de verschillende aspecten van het leven bemeesterd hebt. En dat is uiteindelijk waar zij toe gekomen is. Want ze heeft op vlak van haar emoties eigenlijk die diepe vervulling bereikt. Maar ook, dat weerspiegelt zich dan ook op het fysieke vlak. Want munten heeft te maken met aardelement, heeft te maken met... het fysieke, het materiële, maar vooral ook wat ik heel hard voel, dat zij in staat is en de sleutels, de keys gevonden heeft. Ze snapt het spel, als het ware, hè, waarin dat ze begreep van hoe dat deze connectie werkt, maar ook hoe dat manifestatie werkt. Hoe dat ze door, vanuit de minste moeite, vanuit energie, eigenlijk een wereld kan gaan vormgeven. Ik ben aan het kijken. Oké, dan gaan we de andere kaarten nemen. Voor de energie van de connectie. Maar misschien dat er ook in deze connectie ook een verdere opening gaan zijn in communicatie. Door het feit dat ik nu ook wat precies een krop in mijn keel had. En wat mijn verslikte in mijn eigen speeksel als het ware. Omdat er ook een verdere opening is van het keelchakra. Vooral ook. Vanuit de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. Omdat de vrouwelijke energie dat eigenlijk, zoals dat we hier zien, eigenlijk al die elementen redelijk goed onder controle. Dus als een meester heeft leren te sturen. Wat is de energie van de connectie? Wat is de energie in deze connectie? Ik zou bijna zeggen, waar staat dit tweelingvlamkoppel op hun reis naar union? Wat is de energie? Dat zijn grote kaarten, dus het is niet zo gemakkelijk om te doen. Maar ja, we hebben alle tijd. Net zoals dat we op heel veel tijd en heel veel geduld moeten hebben als Divine Feminine en een dergelijke diepe zielsconnectie. Want het gaat over de ziel. Nee. Het gaat over een groei. En om daartoe te komen, dan moet ook de mannelijke energie het nodige werk doen en naar binnen gaan. Zoals ik al uitgelegd heb. Mannelijke energie moet wegstappen vanuit zichzelf, niet vanuit de druk, maar vanuit een eigen wil en een eigen keuze. En daarom is het belangrijk om te weten als vrouwelijke energie wanneer dat tijd is om afstand te nemen, wanneer dat tijd is om de mannelijke energie ruimte te geven. En wat zien we? Ja, 9 of Orbs. Dat is de 9 van het element lucht. En heeft dus te maken met... Ja, met gedachten. En dan zien we dat de vrouwelijke energie inderdaad al die meester geworden is over haar gedachten. Ze weet van hoe dat ze haar gedachten kan sturen en hoe dat ze via het element aarde, want dat is een kristal, hoe dat ze eigenlijk dat kan gaan in haar gedachten in het fysieke brengen. Waar dat we zien
De my god, mijn hoofd. De mannelijke energie is daar nog aan het leren. Hij is nog aan het leren om. Wacht hè. Kijk, hier was Sage of Crystals. Ja, maar met die verbinding naar die orbs. Ja, dat maakt dat ik verward ben. Dus de Sage of Crystals. Dus zij is meester aan het leren worden van haar fysieke wereld. Want dat is hier ook meester van Crystals. Dus zij is eigenlijk het vrouwelijke element rond het meesterschap heeft ze beheerst. Nu moet het alleen zich nog doortrekken. Laten uitschijnen in de mannelijke energie. Terwijl de mannelijke energie is aan het leren. En dat zie je ook, want het zijn voortdurend ook die elementen. Dus de zwaarden, dus het element gedachten, lucht, die naar boven komt. En waarom? Omdat hij eigenlijk in de connectie ook meer nog leert zijn gedachten te sturen. Om die dingen aan te trekken en te manifesteren voor hun hoogste goed. Wacht, wat was het volgende? Wat is het bewuste denken van de mannelijke energie? En waar zit het bewuste denken van de vrouwelijke energie? Ik heb echt heel hard het gevoel dat dit een connectie is waar ik mee verbind. Die in eenheid, in 5D, dus in energie, eigenlijk al een redelijk bepaald niveau van eenheid heeft bereikt. Maar dat zich nog niet altijd toont in het fysieke door de karmische stukken die er eventueel nog zijn, die nog eventueel moeten verder geleerd worden of beheerst worden. Niet gecontroleerd, hè, want dat is vanuit een verkeerde energie. Heb een tijdje dit dek niet gebruikt. Zoals je weet, als je me volgt en ook de posts ziet en de community page. Ben ik zelf ook door een aantal shifts en verschuivingen weer gegaan in mijn eigen connectie en in mijn eigen groei. Wat dat maakt dat ik natuurlijk dan tijd nodig heb om een aantal dingen te integreren, zodat ik het dan ook weer aan jullie kan meegeven. Wat krijgen we? De Hanged Man voor de mannelijke energie op bewuste niveau. Ja. Hij is met een aantal zaken, een aantal stukken informatie in zijn leven in contact gekomen, wat dat zijn wereldbeeld en beeld over zijn leven eigenlijk vraagt om helemaal om te draaien. Je ziet ook, het heeft te maken met die drie van munten. Waar hebben we dat nog gehad? Nee. Dus waarin dat gevraagd wordt om te gaan kijken van ja, wat is nu die mij bindt? Wat is nu afgestemd op mijn hogere pad en de hoogste tijdslijn mogelijk. En daar moet hij natuurlijk nu een aantal keuzes in maken. Maar dat vraagt dus ook weer die controle vanuit zijn gedachten. Dus dat hij eigenlijk anders gaat gaan denken. En als je goed kijkt, dan zie je hier eigenlijk ook een driepunt. Dus eigenlijk zou je kunnen die driehoek hier daar gaan opleggen. Dus dit. Het is heel moeilijk om uit te leggen, maar eigenlijk dit wat je hier ziet, kun je eigenlijk ook hierop gaan visualiseren. Dus hij is eigenlijk hetgeen wat er in zijn buitenwereld gebeurd is, of aan het gebeuren is, aan het internaliseren, aan het integreren, gaan observeren, naar binnen aan het gaan, wat dat goed is, want dat is een verbinding met zijn eigen vrouwelijke energie, met zijn eigen intuïtie, om vervolgens dan de juiste stappen te kunnen zetten en de juiste keuzes te kunnen maken. Zodat hij de richting in kan gaan van zijn werkelijke Divine Feminine. En wat krijgen we hier? De Triumphs. Dus eigenlijk de Chariot in een andere dek is dat. Maar die lag ondersteboven. Dus dat is hetgeen waar hij wel op gefocust is. Hij wil succesvol zijn. Hij wil die eenheid ook in het fysieke neerzetten. Maar hij heeft nog natuurlijk niet alle elementen. Wat dat logisch is, want we zien dat hij daar nu eigenlijk op een bewust niveau mee bezig is. En nog één kaart voor de mannelijke energie. Ik voel dat zijn energie ook overal en nergens is. Want de kaarten zijn zo niet standvastig en niet vast in mijn hand. Ze zijn wat chaotisch, voelen ze aan. Dus dat gaat ook de energie zijn waar de mannelijke energie op dat moment in zit. En dat zie je ook weer op die twee van munten. Dat is exact dezelfde kaart als hier. Dus weer bevestiging van hetzelfde. Dat is zowel in het onbewuste als in het bewuste denken dat hij bezig is met een aantal verschuivingen. Dat hij aan het groeien is in die koning.
Je ziet ook die kroon. En de koning en die emperor, dat die bedoeld is te zijn om volledig en samen en eenheid met zijn divine feminine energie dan de wereld verder te gaan vormgeven. Maar, dus dat vraagt natuurlijk een aantal uitzuiveringen, een verdere uitzuiveringen. Ik weet niet meer dat ik kan zien, maar het teken die hier staat, staat ook hier. En als ik goed voor heb, is dat het teken van, laat me eventjes checken, ja, van steenbok. Dus die verandering die je hier ziet, is eigenlijk ook begonnen in steenbokperiode. We zijn net uit steenbok. We zijn vandaag 21 januari. Dus in de steenbokperiode zijn er heel veel dingen naar boven gekomen. Heel veel dingen verschoven. Dat zie je dat ik ook in mijn eigen connectie gezien heb. En ervaren heb, vooral in de mannelijke energie, wat dat maakt dat ze dieper naar binnen geduwd worden. Om natuurlijk de nodige veranderingen door te voeren. Bij de vrouwelijke energie hebben we de drie van zwaarden. En wat staat erop? Met sorrow. Dus einde van sorrow, einde van... einde van pijn. Einde, en vooral op relatie, want hier zien we ook het teken van weegschaal. Dus er komt meer balans. Meer balans in zichzelf. En dat is onder invloed van de planeet Saturnus. Saturnus die degene is die... die een beperking stelt aan het overvloedige en overbodige energie van Jupiter bijvoorbeeld. Die zegt tot zover en niet verder. Dus eigenlijk door de grenzen dat zij gesteld heeft, heeft zij de mannelijke energie in een volgend level geduwd. Wat ervoor zorgt dat ze voor zichzelf, zonder dat ze het wist, eigenlijk meer balans in de relatie gecreëerd heeft. Ja, ik weet niet of dat, je dat weet, maar ik ben helderhorend. Dus als ik soms dingen zeg die niet helemaal duidelijk zijn, of het zeg van nee, dat zijn te veel, of nee, die kaarten niet, dan is dat ook omdat ik dat zo hoor. Ook hier een nogmaals bevestiging dat er inderdaad qua keelschakra, qua open communicatie, heel wat dingen gaan verschuiven of verschoven zijn. Misschien waarheden die naar boven gekomen zijn, dingen die duidelijk uitgesproken zijn of wat dan ook. Dit is hier de Triumph card met het teken Noordnode en ook Lust. Maar het ligt ondersteboven. Maar zien we dat dit ook verder wel zijn. Je ziet er ook de verwijzing naar de eenheid. Dus de mannelijke energie, de leeuw, en dan de vrouwelijke energie. Met hier ook die slang die verwijst naar die kundalini-energie. Dus... hetgeen wat ik ook voel en hoor, is dat zij als vrouwelijke energie ook voortdurend die passionele verbinding met haar mannelijke energie voelt. En dat zij de kracht er ook van voelt. En dat ook hetgeen is die er heeft voor gezorgd dat ze in de connectie gebleven is. Ja, kijk, dus de mannelijke energie is echt aan het groeien om die emperor te worden. Om uiteindelijk succesvol te zijn. En wat ligt eronder? Abundance ligt helemaal onderaan. Als dat geen mooie boodschap is, dat is hetgeen waar je naartoe aan het gaan bent. En wat zien we natuurlijk? We hadden hier ook de duivelskaart met ook de Trumps element. En de... Is het de priestess? Ja, ook de priestess. Dus we hebben hier drie major arcana, dus drie grote kaarten. Waar dat we hier hadden we 1, 2, 2. Dus waarom? Omdat... deze connectie tot een hoger level gekomen zijn. En de vrouwelijke energie is daar zich van bewust. Misschien de ene al meer bewust dan de andere, en dat maakt ook niet uit. Maar door het feit dat ze altijd maar ingetapt heeft op haar eigen hoge priesteres-energie, zorgt ze er ook voor dat haar mannelijke energie ook doorheen die dergelijke groeisprongen kan gaan en doorheen die dergelijke poorten kan gaan. En dat is hetgeen dat ik ook gisteren nog gezegd had tegen mijn vriendin, tegen Sarah, van als tweelingvlammen lopen we op een pad en eens dat we een bepaalde les gemeesterd hebben, dan is het precies alsof er een pad van licht opent, zodanig dat anderen die met jouw energie verbinden, ook met dat pad kunnen verbinden. En waardoor dat voor hen ook gemakkelijker is, omdat pad die al dan open is, hè, zie het als je loopt ergens en er is geen, het is allemaal begroeid en er is geen begaanbare weg, maar eens dat er daar één iemand gelopen heeft. En dat is ook het voorbeeld dat Jezus, meester Sananda, gedaan heeft.
Hij heeft het pad voor ons geopend. En wij zijn hier nu massaal aanwezig, ook als tweelingvlammen. Oeps, ik zat tegen mijn camera. Om verder dat pad van onvoorwaardelijke liefde neer te zetten en te openen. En dat is hetgeen wat ik ook elke dag dagelijks doe. Niet alleen in mijn connectie, maar ook naar de buitenwereld toe. En dat is hetgeen, zeker als je met mij resoneert, dat jij ook hier op jouw manier te doen hebt. Boodschappen van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. Ik voel ook bij de vrouwelijke energie dat het belangrijk is om mee te geven dat je moet opletten dat je geen slachtoffer weer wordt van je eigen denken. Dus je hebt een bepaald niveau van maturiteit en bewustwording bereikt. En het is belangrijk om daar ook trouw aan te blijven. Dus wat dat er nu ook nog weer gebeurt, wat dat er ook getoond wordt aan jou in de 3D, dat is niet altijd de waarheid. Dus let op en kijk hoe dat je bij je voelt. Als je iets ziet en het maakt je verdrietig, dan weet je dat dat niet hetgeen is waar je ziel weet dat de waarheid is. Dus dat zijn dan de illusies van de matrix van het ego. Dus leg die dan gewoon naast jou neer. We zien voor de boodschappen van de mannelijke energie in deze connectie aan de vrouwelijke energie. En eerst een paar uur laten uitvallen en dan gaan we ze allemaal als één verhaal samenbrengen. Ik heb het gevoel dat deze mannelijke energie ook zodanig veel wil zeggen. En dat hij heel bewust kiest wat dat hetgeen is dat hij nu wel al zegt en wat hij nog niet zegt. Net omdat hij eigenlijk de vrouwelijke energie niet wil kwetsen. Hij ziet hoe waardevol ze is voor hem. En dus hij wil haar niet kwetsen. Voilà. We gaan gewoon beginnen zoals ze eruit gevallen zijn. En dan hebben we van... Kijk. I care about you even when I act like I don't. I'm hiding my true feelings because I feel vulnerable. Dus dat is ook iets wat mannelijke energieën ook heel vaak doen. Ze doen alsof dat het hen niet veel kan schelen. Ze doen alsof dat ze niks met jou inzetten. Maar eigenlijk, in hun daden, in de acties dat ze wel of niet nemen, in de woorden dat ze spreken, ga je zeker ook nadien, niet wanneer je in het geest van de strijd zit, dan wanneer je zelf in je emoties zit, maar ga je nadien heel veel signalen van die onvoorwaardelijke liefde, die liefde, die immense overweldigende liefde, dat de mannelijke energie voor de vrouwelijke energie voelt, ga je opmerken. En dus daarom is ook mijn advies om, schrijf heel veel dingen op. Journal, doe dat elke dag. Het helpt om je gedachten op een rijtje te zetten. Het helpt om boodschappen te ontvangen. Zowel van je mannelijke energie als van je gidsen en je team. En het helpt ook om te zien waar dat je zelf in je denken nu nog vast zit. Please don't give up on me. I'm trying to change, but it takes time. Dat is iets wat mijn mannelijke energie heel vaak gezegd heeft of gevraagd heeft. Geef niet op aan mij, maar blijf mijn... als vrouwelijke energie is het super belangrijk om te blijven vertrouwen op het gevoel. En dus nooit in jouw ego te gaan en nooit in je gedachten te gaan. Zelfs bijna nooit te geloven wat de mannelijke energie zegt wanneer dat ze jou wegduwen of wanneer dat ze jou kwetsen. Omdat dat altijd vanuit hun ongeheelde versie is, vanuit hun wonden komt. We reincarnate together to clear specific patterns from our ancestral bloodlines. En dat is ook zo. We zijn hier ook als Twin Flame Collective om grotere dingen te gaan healen, om nieuwe dingen neer te zetten rond relaties, rond templates. En dus afhankelijk van wat jouw ziel als pad gekozen heeft, gaat er daar meer of minder ook stukken in zitten rond patronen, rond wonden in de mannelijke en vrouwelijke energie, die zich doorheen je voorouderlijke bloedlijnen hebben meegegeven. We hebben een... ik ga het eerst in het Engels lezen. We have a past life connection, memories are surfacing, either consciously or subconsciously. Dat hangt eigenlijk een beetje samen met het ganse tweelingvlamgedoe. Want uiteindelijk, er is een vorige levenconnectie, ja. Maar meer nog is het gewoon het feit dat je als tweelingvlammen op hetzelfde moment geboren bent. Dus wat wil zeggen dat je op hetzelfde moment uit de bron gesplitst bent. Als je mijn e-book nog niet gelezen hebt of mijn boek 96 vlammen, dat is ook aanraden om dat eerst te doen. Omdat het jou ook gaat helpen om de dingen rond het tweelingvlam concept, om dat beter te gaan begrijpen. En van daaruit kun je dan ook weer verder, omdat je dan meer
kennis hebt over wat dat het in energie betekent om een tweelingvlam te zijn, want het is maar pas als je weet wat het betekent om een tweelingvlam te zijn, dat je ook gaat hier kunnen neerzetten. Kijk, voilà. I have been learning about twin flames, it feels right to me. Ja, leer over tweelingvlammen, en maar zorg vooral dat je je verbindt met mensen die ook tweelingvlammen zijn. Er is heel veel onzin daarop buiten, op YouTube of Google, van mensen die denken dat ze tweelingvlammen zijn, of van readers die gewoon mee springen op de hype van tweelingvlammen. Maar alleen echte tweelingvlammen ga je voelen in energie. Je gaat het verschil voelen. Dat is vaak ook wanneer dat mensen naar mij toe komen en vragen, ben ik een tweelingvlam, ben ik geen tweelingvlam, ik twijfel of wat dan ook. Of ben ik in contact met mijn tweelingvlam bijvoorbeeld, of is het een tweelingziel of wat dan ook. De enige reden waarom dat ik het weet, los van natuurlijk mijn helderhorendheid en mijn team die al dan niet antwoorden heeft, hangt er vanaf dat die ziel daarvoor gekozen heeft, als ik het mag meegeven of niet. Maar het is een ander gevoel en frequentie. Het voelt anders aan. Dan, wat zegt de mannelijke energie nog? We need to wait for divine timing. Time is healing our wounds and creating the perfect conditions for our reunion. En dat is heel, heel, heel waar. In die zin dat ik het zelf ook maar nog maar weer eens heb ervaren. Wanneer hij loskomt van timing, rond de... Want uiteindelijk, timing is een menselijk concept. Is iets van de mens om een aantal dingen te gaan controleren en te gaan sturen. En wanneer je tijd loslaat en eigenlijk beseft dat je al één bent met jouw tweelingvlam, dan ga je zien dat jouw connectie eigenlijk op een heel snel tempo en op een diep niveau gaat gaan verschuiven. Wat zegt deze mannelijke energie nog? I feel the chemistry between us. We need to trust that the energy we share will bring us back together. Ja, dat is ook zo. En dat heeft ook te maken. En dat is ook de key tot naar die eenheid. Dat alles wat jij voelt, alles wat je ervaart, de plotse ideeën die je hebt, de plotse cravingen, de plotse wensen die je plots wil gaan doen en dat je niet weet waar dat vandaan komt, geloof mij, dat is een spiegeling van hetgeen waar je tweelingvlam mee bezig is. Dat heb ik afgelopen maand nogmaals eens echt in bewijs gekregen. En dan, mijn hart is zich aan het openen voor liefde en het leidt me terug naar jou. Als dat geen mooie boodschap is van de mannelijke energie en de vrouwelijke energie, dat weet ik ook niet meer. En dat is ook iets waar je zeker als vrouwelijke energie moet op vertrouwen. Dat hetgeen wat jij voelt voor je mannelijke energie, dat gaat je mannelijke energie misschien zelfs nog tienvoudig voelen voor jou. Omdat zij ervaren die dingen ook op een andere manier en ze begrijpen het niet. Dus zij worstelen nog veel meer, gewoon omdat ze het nog veel meer proberen te gaan begrijpen met die vanuit het logische verstand. Dus vanuit die mannelijke energie, maar in eerste instantie vanuit die mannelijke vervormde energie. Hoepla. Maar eerst weer een aantal kaartjes leggen en dan gaan we het verder uitleggen waar dat ik voel dat nodig is. Oké, ik hoor dat is het, Lindsay. Hier ook een belangrijke boodschap. When I look into your eyes, I see the universe and it activates me. En dat is omdat ze niet zomaar zeggen dat de ogen de deur zijn naar de ziel. De spiegel zijn naar de ziel. Wat hebben we? I think you're beautiful inside and out. I see the light that radiates from your soul. Ja, dat is iets wat we zeker bij tweelingvlam en bij ons tweelingvlam zien. Ik heb dat ook vaak al gezegd. De reden daarvan is omdat we niet de ego-versie zien. Het maakt niet uit welke naam ze hebben. Het maakt niet uit welk beroep dat ze hebben. Het maakt zelfs niet uit hoe dat ze eruit zien. Jouw tweelingvlam kan plots qua type iemand helemaal anders zijn dan je altijd opgevallen hebt. Het gaat om wat hij voelt op zielsniveau. En het gaat om die aantrekking op zielsniveau. Niet op het fysieke. Dat fysieke komt natuurlijk ook. Maar het gaat veel dieper dan dat. Het gaat en is in eerste instantie een zielsconnectie. Waardoor je nadien dan ook een emotionele en mentale band gaan uitbouwen. En een hele sterke band gaat uitbouwen. Separated or together, we are working in tandem with each other. Ja, dat is ook zo. Of dat je nu samen bent, fysiek of niet, weet en besef dat je in eenheid altijd samen bent. En dat maakt ook dat wanneer je als vrouwelijke energie heel veel aan jezelf werkt, naar binnen gaat, aan je wonden werkt, jezelf krachten in en neerzet,
eenmaal energie stapt en dan van dienst gaat gaan zijn, dan ga je zien dat ongetwijfeld ook in de mannelijke energie heel veel dingen gaan verschuiven. En het mooiste ervan is zelfs, is dat je dat zelfs allemaal niet hoeft te weten. Je hoeft niet te weten waar dat jouw energie of je mannelijke energie zit in zijn proces. Je hoeft niet te weten omdat ze al dan niet al weten over tweelingvlammen. Want ook zij hebben een eigen team die hen begeleidt en hen vooruit duwt in de dingen waar dat ze moeten meekomen. Net zoals dat jij ook jouw inzichten hebt gekregen. Words have hurt me in the past and that's why I fear talking to you. Ja, dat is iets dat ik zelf ook ervaren heb, waarin dat ik ook gemerkt heb dat ik op een bepaald moment in mijn connectie ook wat terughoudender was. Omdat ik voelde dat het dan als een boemerang naar mij terugkwam. En natuurlijk heeft dat te maken ook met wonden waar je tegenaan loopt. Met het niet volledig durven zijn van je authentieke zelf, omdat je niet wilt afgewezen worden. Dus als je dat zelf ook ervaart, kijk eens wat er onderliggend is. Kijk eens wat hetgeen is dat die angst je wil zeggen. Bij mij was het zelfs zo op een bepaald punt dat ik dat niet meer wou zeggen. Omdat ik ervaren had dat als ik bepaalde dingen zei tegen mijn tweelingvlam, dat hij dan weer eventjes verdween voor een aantal dagen. En dat deed me natuurlijk pijn. Maar het is maar het moment dat ik die pijn kon gaan healen en wist van oké, maar ik kom altijd terug. Die verbinding is er altijd. Want in de momenten dat er geen fysieke 3D-communicatie was, dan voelde ik hem altijd. Dan hoorde ik hem ook telepathisch. Dus die ervaringen hebben mij gesterkt en geholpen in het healen van ik kan die persoon niet verliezen. Ik kan die liefde die ik voel niet verliezen, want ik ben die liefde. Die liefde is in mij. Mijn tweelingvlam is in mij. Don't listen to other people. Trust yourself to know the truth. Ja, of als je naar mensen wil luisteren of advies wil vragen, zorg dat tweelingvlammen zijn. Die weten waarmee dat ze bezig zijn. Die weten waarover dat ze het hebben. Want enkel die mensen gaan jou vooruit kunnen helpen. En gaan jou ook begrijpen. Want heel veel mensen die mij dingen vragen over mijn tweelingvlam of mijn tweelingvlamconnectie of mijn relatie, ik kan het zo zijn, die begrijpen het niet, want ze zijn zelf geen tweelingvlam. Dus ze kunnen nooit het concept op zo'n diep niveau begrijpen zoals jij het ervaart. En doe dan ook geen moeite. Dat zijn ook de momenten waarop ik dan bijvoorbeeld ook zeg van alles verloopt volgens planning of alles gaat goed of wat dan ook. Alleen maar de mensen die dichtst bij me staan, mijn tweelingvlam natuurlijk en dan mijn beste vriendin die zelf ook een tweelingvlam is. Dat zijn de mensen die het meeste over mijn eigen proces weten. En dat is ook heel bewust. En dat heeft ook te maken met wat ik daarnet gezegd heb, met die angst rond de ander willen verliezen. I'm struggling with codependency. I'm afraid to let go of my old coping wounds. Wounds, maar ook mechanismen. Dus kijk wat dat is, wat dat je nog hebt, waar je nog bang voor bent. Wat dat is dat je nog dingen doet vanuit controle, waarin je nog niet voldoende vertrouwt dat die connectie oprecht is. Dat die connectie ook gewoon zich gaat kristalliseren in het fysieke. Want dat zijn de dingen die ervoor zorgen dat de, als er scheiding is, de scheiding of geen communicatie, dat eigenlijk in stand houdt. It amazes me when we say the same thing at the same time or finish each other's sentences. Ja, persoonlijk vind ik dat wel een oppervlakkige. Maar bij mij is vooral het, hoe moet ik gaan zeggen, waar dat ik heel lang nooit 3D bewezen heb gezien van de gelijkenissen tussen mij en mijn tweelingvlam. Heb ik afgelopen maand veel meer van die bewijzen gezien. En dat zijn de dingen waar dat ik echt verbaasd over was. Dat ik dacht van, oh my god, nu snap ik waarom dat ik bijvoorbeeld mijn Porsche Cayenne wou. Nu snap ik waarom dat ik naar dat land wou reizen. Of nu snap ik waarom dat ik die craving voor dat of dat had. Of waarom dat ik die bepaalde gedachten had. Of zelfs gewoon het feit van dat. Het gaat niet over de fysieke gelijkenis. Bijvoorbeeld dezelfde ogen hebben of dezelfde handen hebben of wat dan ook. Het gaat zelfs veel dieper en uiteindelijk gaat het ook daarover. Het gaat over dat je dezelfde waarden hebt. Het gaat over dat je dezelfde dingen wil nastreven. Het gaat over dat je dezelfde gedrevenheid hebt om dingen teweeg te brengen in de wereld. Toch, tenminste, mijn connectie. Communication. I will contact you when I'm able to. Right now my life is too complicated to bring you into it. But know that I do want to talk to you. Het ligt ondersteboven. En ik voelde ook heel hard dat ik die moest ondersteboven meegeven. Omdat dat ook wel zeggen dat je als vrouwelijke energie heel vaak jezelf op de vingers gaan mogen tikken. Dat je alleen maar iets terugstuurt wanneer je echt diep van binnen voelt
dat het vanuit onvoorwaardelijke liefde komt. En dat is vanuit onvoorwaardelijkheid. En dat niet is om iets te weten te komen. Of dat niet is om jouw Divine Masculine in een bepaalde richting te gaan duwen. Maar dat je gewoon ook de ruimte kan houden. En gewoon daar kan zitten. En eigenlijk echt in die Divine Feminine energie kan stappen. Van overgave, van ontvangen. Van ik moet hier gewoon zijn. Het enige dat ik moet doen is gewoon die bloem zijn. Die straalt. Die geniet van het leven. En dat komt erbij als vanzelf. De bloem gaat niet daar buiten gaan zoeken naar die mannelijke energie. Dus dat is hetgeen wat deze kaart ook wil zeggen. En als laatste, als tweelingvlammen zijn we hier om te ascenderen en anderen te helpen hetzelfde te doen. Dat is ook zo. We leiden door voorbeeld en door zelf dingen teweeg te brengen. En dat is hetgeen wat ik ook de afgelopen jaren, laten we zeggen sinds 2013, eigenlijk dus al meer dan 10 jaar mee bezig ben, is gewoon mezelf, mijn eigen leven verbeteren, mijn eigen gedachten veranderen, de eigen manier waarop dat ik dingen neerzet en hoe dat ik in het leven sta, hoe dat ik mensen behandel. En dat zorgt ervoor dat mensen nieuwsgierig naar jou worden. Dat zorgt ervoor dat mensen naar je toe getrokken worden. Dat zorgt ervoor dat mensen zoiets hebben van, maar Lindsay, hoe doe jij dat? Hoe gaat dat toch? Wat is jouw geheim? En dat is hoe dat we leiden. Dat is hoe dat tweelingvlammen echt leiden. Van binnen naar buiten. Hè? Van boven naar beneden. En niet vanuit controle. En wat zijn de energieën? Oh my god, zie je? Dezelfde. 2 keer dezelfde. En ook dezelfde aartsengel. Aartsengel Haniel. Dus met de robijnrode vlam. Zie, met hoop en integriteit. En ook aartsengel Michael met patience. En dat is vooral ook voor de vrouwelijke energie, voel ik. Waar dat deze energie meer voor beiden zijn. Dus dit zijn de kleuren van de universele vlammen waar dat je mee mag gaan samenwerken om nog verder die integratie en die eenheid en je connectie teweeg te brengen. Om nog een aantal laatste stukken in je eigen energie als vrouwelijke energie te gaan healen. Want dat gaat automatisch ook weer spiegeld worden door jouw mannelijke energie. Voilà, ik zie dat we al meer dan een half uur bezig zijn, bijna 40 minuten. Ik vond het een super interessante reading, omdat het ook heel hard... Ja, ik ben zelf ook maagd, dus ik heb ook heel veel dingen herkend uit mijn eigen connectie natuurlijk, vandaar dat ik ook iets meer kon delen erover. Maar als je zelf een reading, een persoonlijke reading wilt, voor jouw eigen connectie en of een healing, dan kan je dan reserveren via de website. Ik zou zeggen, als je dat nog niet gedaan hebt, bekijk ook het e-book Tweelingvlam Geheimen. Daar vertel ik ook heel veel dingen in waarin dat ik tegenaan gelopen heb, wat ik gedaan heb om dat te overkomen. Ik ben ondertussen begonnen aan deel 2. Naar aanleiding van de afgelopen verschuivingen zijn er weer heel veel nieuwe inzichten gekomen, heel veel nieuwe levels dat we bereikt hebben. Dus ik ben ook benieuwd. En wie weet dat we dit jaar, wat dat we dit jaar nog allemaal te wachten staan. En we gaan mogen neerzetten en ervaren voor ieders hoogste goed. Zo, dat was het. Ik wens je alvast een fantastische week en tot de volgende. Dag!